Ja, en toen hangt een beetje van de god af. Wat gehoord van Zeus? Zeus heb ik wel eens van gehoord. Ja, nou ja, goed. Als je de verhalen een beetje kent, dan weet je dat een god als Zeus in de bar, daar komt met maar één doel eigenlijk. Ja, vrouwen. Dat veel mensen kennen of de oude verhalen niet, of kennen de leuke versies, zeg maar. Het verhaal wat ik aan het vertellen ben, Heracles heeft natuurlijk een Disney-film, Hercules, maar ja, dat houdt niet veel van het originele verhaal over. Het doel was dus om het originele verhaal te vertellen en dan vooral het allerschrijnendste, namelijk de rol van onze oppergod daarin. We zijn op dit moment in het Falie Bagijnhof Theater, een van de meest gezellige theaters in Delft. En ja, dit is van ons gezelschap, het Delftse toneelgezelschap. Dus dat betekent dat we de luxe hebben om hier gewoon onze gasten te ontvangen in ons eigen foyer en te spelen in onze eigen zaal waar we ons eigen decor kunnen bouwen. Dus eigenlijk hebben we het hier heel goed getroffen. En hoe lang bestaat jullie gezelschap al? Oef, daar vraag je wat. Volgens mij, nou, bijna 50 jaar. Volgens mij zitten we daar nog net onder, maar ja, zo lang zit ik er nog niet bij, zeg maar. Koning Eurystheus, ja, dat is een vrij belangrijke rol. Nou ja, in de originele mythe was het zo dat Heracles een vrij heftige zonde begaat. Hij wordt beïnvloed door Hera, die hem haat, om zijn eigen vrouw en kinderen te doden. En dat is natuurlijk een grote misdaad in de ogen van alle goden. En dan om vergiffenis te krijgen, krijgt hij te horen van de goden dat hij in dienst moet bij koning Eurystheus. En dan voor koning Eurystheus een aantal opdrachten moet vervullen. Zeg, regisseur, wat doe jij op mijn kroon? Ik heb het voordeel dat ik, voordat ik ging regisseren, ja, dit is mijn eerste regie, heb ik al best wel wat ervaring als speler. En nou ja, als speler heb ik hier gespeeld, maar ook nog bij andere gezelschappen gespeeld. En zo heb ik wel een redelijk netwerk op weten te bouwen. Of nou ja, netwerk, het zijn gewoon hele goede vrienden van me. En zo was het dat toen mensen hoorden dat ik iets wou gaan regisseren, dat ik eigenlijk veel mensen had die naar mij toe kwamen. Die dachten van, joh, dat lijkt me gaaf, daar wil ik aan meedoen. Waar hebben we het meeste op geoefend? Ja, daar vraag ik me wat. Ik kan daar denk ik geen goed antwoord op geven. Uiteindelijk, met hulp van een paar briljante mensen die dat heel goed kunnen, hebben we een hele goede repetitieplanning gehad, waardoor eigenlijk alles evenveel aan bod komt. Weet je, iets voor de eerste keer doen is best spannend. En dan helpt het dat ik allemaal mensen om me heen heb waarvan ik weet dat zij hun vak verstaan. En dat, ja, dan kan het eigenlijk heel moeilijk misgaan als ik zulke goede spelers heb staan. Met dit toneelstuk komt ook een einde aan een tijdperk, begrijp ik? Ja, ja, daar lijkt het wel op. Het is zo dat ons prachtige theater binnenkort verbouwd gaat worden. En dat klinkt heel positief, dat we een mooi nieuw theater ervoor terugkrijgen. Maar helaas, nou ja, de foyer waar we nu in staan, die mogen we houden. Maar de zaal die gaan we daarbij kwijtraken. Wat betekent dat, nou ja, de tijd van de tribunes omgooien, je eigen decor bouwen, de boel schilderen, dat is voorbij. En ook de tijd van 10 keer spelen. Dus. En het staat ook echt vast al dat jullie... Ja, nagenoeg vast. Dus het is nu al een paar keer uitgesteld, maar het lijkt erop dat het tot nog toe niet is afgesteld. Het is jammer dat die tijd voorbij is. We hebben er heel veel plezier van gehad van het theater zo, zoals het nu is. En daar gaan we afscheid van moeten nemen.